prijsuitreiking, de ACO-selectie EGSV. Zo zie je maar dat de jurering, hoe moet ik dat zeggen, de oefeningen kunnen eigenlijk toch elk moment weer anders zijn, want het hoeft maar iets te gebeuren en je hebt weer aftrek. Dus zoals vandaag zijn de punten natuurlijk toegekend door deze jury. In het afgelopen seizoen zijn de meiden die voor ons staan Nederlands kampioen geworden. En daarom gaat Carlijn even wat zeggen. Dus misschien kunnen ze zich omdraaien, want de microfoon is niet zo lang. Dames, wij zijn als bestuur en als vereniging allemaal super trots op jullie. Dat jullie Nederlands kampioen zijn geworden in de E-lijn. En ik denk dat jullie zelf heel trots zijn. En dat we volgend jaar een heel mooi seizoen gaan maken in misschien de D-lijn. We willen zullen zien. We hebben ook wat van de gemeente gekregen om jullie echt te feliciteren. We hebben helaas niet net als vorig jaar een wethouder. Die was er niet. Ja, het zijn wethouders, hè. Dat kunnen we niks aan doen. Maar we hebben wel een leuk presentje vanuit het bestuur en vanuit de gemeente. Dus ik wil graag een heel groot applaus voor jullie. In derde plaats is gehaald
gehaald door Jemene van Dalsen en Inge Breeman. De tweede plaats, Nena de Lange, Karen Las, Sylvana van Dam. En nummer 1, Loelle ten Hoeve, Annemijn Beens, Bernadette van Dalsen. Dat past altijd maar net, hè, met zo'n drieën op zo'n blokje. En dan gaan we door naar de oefeningen op C en B niveau. Die zijn samengevoegd voor vandaag. Even kijken. Nummer 4. Aline Roetman, Joyce van Dalsen. Op de derde plaats Britt Visser, Pietje Spinger en Henny de Netjes. Op nummer 2. Lana van der Haar, Kirsten Plezier en Manon Plezier. Een mooie eerste plek voor Esther Jager, Esther Hoekman en Lena van der Haar. Iedereen terugkomen, jullie mogen allemaal even gaan staan. Het is niet voor iets clubkampioenschappen. Vorig jaar is die behaald door Kirsten, Manu en Lana. Ze hebben toen ook in de C-lijn, ze zijn Nederlands kampioen geworden, maar tevens ook clubkampioen. Dit jaar gaat de beker naar iemand anders. 2013 clubkampioen Acro is geworden. Trommel, geroffel. Mensen, laten horen op de tribune met de voeten. 3, 2, 1. Esnia en Esnia. Zij zijn clubkampioen geworden met een totaal van 26,50. Heel erg mooi, van harte gefeliciteerd. Dit geweldige pak hebben aangeboden. Thank you.
dat het hele mooie pakken zijn. Wat vinden jullie, meiden? Dat is wel mooi, hè? Daar hier op, dames. In de show ga je op het podium staan. Mag nog een keer, hè? Even laten zien. Vooruit, deze keer. Ik wil graag de sponsor een hand gaan geven. Namens het bestuur. Niet zo lang draaien, dus even hier, hè? Ik hoop dat het heel mooi 3 jaar wordt. Met heel veel prijzen van de vereniging. En dat hopen jullie ook. Dus dat we zo wat voor elkaar kunnen doen. Goed zo, dames. Top. Yes. De vraag hier van Janine en van mij is dat als jullie graag de oude pakken uit willen doen. En dan maak ik nog even een groepsfoto met al jullie turnpakjes. Die bijna allemaal gemaakt zijn door Els trouwens. Hè? Els? Dat was een hele mooie foto, denk ik. Mogen jullie die jasjes wel op de stapel neergooien? Die jasjes die gaan toch... Oh, jullie zijn er nog, hè? Oh ja, die reacties in. We staan daar in. Ik ga niet op, wacht op. Ik sta er één ding. Op de knieën.